avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il a vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Wat ik wel heel vaak doe, is dingen op internet zoeken. Vormen. En dan heel veel foto's. Ja. En aan de hand van die foto's. En dan op een gegeven moment moet je die foto's ook wegleggen. Want anders wordt het exact een kopie van wat op zo'n foto staat. Maar je moet wel weten ongeveer dat je denkt van... En het andere waar je door laat leiden is door het soort materiaal. Je bent op zoek naar een soort materiaal. Wat je eigenlijk dwingt om... kijk, dit kan je. Dit vorm je. Kijk, en zoals met die motorrijder. Die kun je zo vormen zoals je wil. Dat is gewoon plaatstaal. Dat... Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Ja, dat is, ik denk 2,5 maand of zo. Dat is, die motor die had je al? Die motor heb ik speciaal gekocht voor dit project. Ik zag deze motor op internet en dat vond ik zo'n, old school noemen ze dat. Ik vond het zo'n gaaf ding. Het valt me wel op dat je van die mannelijke, donkere, griezelige kunstwerk maakt. Dat denk ik wel, ja. Maar hoe kan dat dan? Dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik zelf nooit bij stilgestaan. Maar ik zal geen bloemetjes maken en hele vrolijke dingen waar je heel vrolijk voor wordt. Maar je hebt wel een dolfijn gemaakt. Ja. Ik werd wel op school gestimuleerd, denk ik. Maar dat is ook hoe je het opvat als kind. Pak je het op. Maar nou ik erover nadenk, gingen wij vroeger dus best wel veel naar museums toe. Ik denk dat het één keer in de week een middag kregen wij dus les in het Stedelijk Museum. En ik weet nog wel dat je dan op de grond moest zitten. Ja. En dat pakket, dat zat altijd een beetje los. Daar zat je altijd een beetje aan te voelen. Het waren gewoon blokjes hout. En Van Gogh ken ik me heel erg goed herinneren. De moderne kunst ook. Dat die bar met die, de binary of zo heet dat. Dat maakte wel heel veel indruk op. En ik denk dat het naderhand toch wel meegespeeld heeft. Dat soort dingen, dat boeide me wel heel erg. Je bent op je 43ste begonnen en dan heb je eigenlijk al een heel leven gehad. En dan beslis je, ik ga verder op kunst. Ja, nee, dat besluit je niet. Daar ben je gewoon toe gekomen. Er is wat opengekrapt en er is wat uitgekomen en dat is niet meer gestopt. Zo ervaar ik het ook, weet je, als een soort baf. Er is iets opengebarsten en... Ja. Nou ja, ik vind het nou achteraf bekeken, vind ik het wel heel erg jammer dat ik niet vroeger begonnen ben. Maar dat is geen keuze geweest. De keuze is ook niet geweest om kunst te gaan maken. Super fijn werk. Nou, dat valt best wel mee. Als je goed kijkt zie je dat het heel ruig in elkaar gelast is. Het is ook puur op gevoel. Ik denk er ook niet over na. Ik doe maar. Als je jezelf eigenlijk gaat bekijken hoe je bezig bent, dat is hoofdzakelijk kijken. Constant maar om het beeld heen draaien, kijken. Ja. En want dat is natuurlijk, met een schilderij heb je dus iets heel vlaks. Ja. Dan kijk je van één kant, en je kijkt niet vanaf de zijkant of van de bovenkant. Maar ik moet hier omheen lopen de hele tijd, want het moet dus eigenlijk van alle kanten moet het... Ik zie ook zelf wel dieren, waar komen die dieren eigenlijk vandaan? Waarom dieren? Dat is ook iets heel primitiefs eigenlijk. Wat maakt indruk op je? Want ik had een proefopstelling van dat beeld in Helsinki, dat had ik hier buiten gemaakt met een kraan erbij. Ja. En toen had ik het ook nog niet bij elkaar gezien. Dus ik had die twee grote vissen van 3,5 meter gemaakt, ik had die ring gemaakt, ik had die duiker gemaakt. En toen had ik de kabels gemaakt allemaal en toen hebben we het opgehezen. En toen hing het en toen dacht ik, wauw! Weet je, de verhoudingen waren allemaal goed. De ring was groot genoeg, 4,5 meter doorsnee. En, nou ja, dat is weer een beloning. Ja. Zo zie ik het tenminste. Het is een beloning voor jezelf.